Goedemorgen jongens, ik ga naar Schiphol en mijn mama heeft mij afgezet bij de trein. Dus ik ga naar IJsland en ik moest huilen. Oké guys, ik ben op Schiphol en ik moet het echt even delen. Ik zat in de trein en ik was aan het video editen. En toen moest ik zo lachen, want ik ben gewoon aan het video editen. Gewoon voor mezelf, als eigen bedrijf. En ik ga nu naar IJsland. En ik weet niet, ik moest gewoon zo lachen. Zo, ik ben zo blij dat ik dit doe en dat ik... Ik wacht even op mijn reisgenootjes, maar ik sta gewoon onder de wing. Hoe cool. Even kijken waar de rest is. We hebben drie andere dames gevlogen en Kim is al hier. Dus ik ga ze even opwachten. Misschien komen ze wel van die kant. Goedemorgen, het is, ik weet niet eens wat voor, het is nu, ik ben helemaal in de war, ook qua tijd en oh ja, het is vrijdag. Het is nu net 6:15, ik ben net wakker geworden. Ik word tegenwoordig altijd om 6:00 wakker, want ja, ik schaam me om dat te zeggen, maar ik ga altijd mediteren om 6:00. Dus nu ben ik net wakker geworden en ik ben buiten. Ik ga jullie even laten zien hoe mooi het hier is. En ik ben echt een zonmeisje, zomermeisje. Maar IJsland is zo mooi. Ik ga jullie even zien hoe dit eruit ziet. Het is echt zo mooi. Nou, dit is de berg achter ons. Dit is ons huisje. Hier slapen wij met alle dames. En dan, dit is de bus. Dat ook erbij. Kijk dan, dit is het uitzicht waar je mee wakker wordt. Hoe mooi. Zo van die berg zo. En weet je wat het is? Het is niet eens... Het is trouwens de rest van het huisje. Dus daar slapen wij. Ik heb daar boven geslapen. En hier slapen Kim en haar man. En dan ga je hier zo naar beneden. En we gaan wel even kijken wat er is. En ja, wat ik zei. Ik ben echt een zomermeisje. En ik vind het ook allemaal heerlijk en zo. Maar dit is toch zo mooi. Dit is gewoon puur natuur. En de... Als je hier ademt, is het ook anders. Het is ook... Oh, het is zo fijn. Ik weet niet. Het is... Ik wil niet heel zweverig overkomen of zo. Maar het is gewoon echt zo. Echt. IJsland heeft nooit op mijn bucketlist gestaan. Maar nu ik hier ben, denk ik... Wauw, dit is echt amazeballs. Het is echt heel mooi. Ik loop even helemaal naar beneden. En IJsland is dus een super veilig land. Je hoeft je huisjes niet op slot te doen, dat soort dingen. Je kan ook gewoon zo lopen. Je kan hier niet in de nacht gaan lopen, anders zijn geen lantaarnpalen. Maar echt, en het is echt rete duur. Gisteren een zak Doritos gekocht voor 5 euro. ik weet niet tot hoe ver ik kan gaan. Dit is de weg waarvan je komt. Daar heb je het water. Nou, dit is trouwens een gated community. Kijk, daar is ons huisje. Dit is toch zo vet. Maar ja, wat ik dus zei, dit is een gated community waar je op zit. Dus dit is eigenlijk een huis van iemand. En daar Airbnb'en we in. En voordat je hier binnenkomt moet je echt met een slagboom. Of door een slagboom met een dingetje. Ik denk dat ik een stukje ga lopen even omhoog. Mijn taken zijn in IJsland. Onder andere... het eten, dus ik ga straks het ontbijt doen. Ik heb echt het meeste al klaargezet en alleen wat vers gedaan moet worden of uit de koelkast moet gehaald worden, dat moet ik doen. En ik ga American pancakes maken. En volgens mij kan je hier naar het water lopen.
Oh, ik vind dit zo mooi en ik mis kinderen en verder mis ik echt wel heel erg. Juist omdat we altijd samen zijn en ja, ik weet niet. Ik ben toch echt een jankert. Dus ja, ik mis ze wel echt. Ik heb verder gisteravond nog gesproken. En weet je, over een paar dagen ben ik er weer. Oh, we gaan even naar het water. Dit is echt super nice. Mam, als je dit ziet, doe voorzichtig. Maar dit is zo mooi, jongens. Kijk, overal heb je een dikke steen, man. Hier moet je niet op je ballerina's heen, jongens. Ik weet niet hoe ik bij het water kom. Ik weet dat een van de dames straks een duik gaat nemen. Ik weet niet hoe laat. Kijk, daar heb je dan weer zo'n huis. Maar ja, hier wonen mensen dus hoor. Super nice. Letterlijk hier, hè? Jongens, we zijn. Oh, zo. Mensen moeten vastzetten, hè? Ja, inderdaad. Kim, hallo Kim. We zijn bij. Ja, we zijn bij Geyser. Geyser. En je ziet het een beetje op de achtergrond ook. Wat regent. Ja, het regent. Het is echt geen lekker weer. En Geyser. Deze is wel een beetje die. Zeg maar wat eruit komt, dat rijdt gewoon naar verrotte eieren. Echt, gewoon heftig. Heftig, verrotte eieren op zondagochtend. Oh, oh god! Mm-hmm. Nou, die is helemaal blij. Ja, ook niet. Je ziet het, dat is zo'n pingwingetje. Kijk dan. Het lijkt wel. Ja, het ziet er echt gaaf uit. Oké, we gaan naar de grote, hè? 80 tot 100 graden. Ook dat water wat eruit komt? Ja. Want, wow. IJsland zegt hij van die natuurbronnen. Ja, klopt. En dit zijn van die natuurgeiten. Wow, dus daarom is. Oké. Okay. Nou, als iemand een kopje thee wil. Laten stomen. Wow! Holy cow! Hey guys, we zijn bij een waterval en dit is te mooi. Dit ga je echt niet geloven. Wow! Oh my god, kijk dan! Thank you.
Hey guys, het is zondag. Ik moet even licht vinden hoor. Oh hier, het is zondag. Ik ben op de luchthaven. Keflavik, Reykjavik. En we gaan naar huis. Ik ben zo blij. Ik heb mijn gezin echt zo gemist. Echt wauw, alsof ik een klein kind ben. Ik was gisteren met Ferry aan het bellen en ik zei gewoon ja, ik ga ophangen als ik huilen. Echt een jankertje. In ieder geval, mijn vlieg was over 3 uur. Maar we moesten de auto wegbrengen, dus maar even een koffietje halen. Alles is hier super, super duur. Echt niet normaal. Het scheelt wel dat de koffie net zo duur is als zeg maar, de gewone koffie is net als Starbucks. Dus prima, maar voor een broodje betaal je 15 euro. Dus ja, we gaan naar huis. Ik ben zo blij. Echt. Oké, jongens. We gaan naar huis.